Hoewel borsten sinds het begin van de mensheid al worden vereeuwigd in kunst, is het tegenwoordig gek genoeg controversieel. Welkom op het YouTube-kanaal van Omroep Zwart. Dit is Once Upon a Timeline. Het programma waarin we elke dag de geschiedenis van vandaag bespreken. Dit is de geschiedenis van 24 november. Goed dat je kijkt. Lee Harvey Oswald, de moordenaar van John F. Kennedy, wordt op 24 november live op televisie doodgeschoten. There is Lee Oswald. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's the man with a gun. It's absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Detectives have their guns drawn. Op het politiehoofdkwartier in Dallas dringt nachtclub-eigenaar Jack Ruby door een menigte van verslaggevers en journalisten en schiet Oswald neer met een Colt Cobra-pistool. Oswald wordt in zijn maag geraakt en overlijdt dezelfde dag nog aan zijn verwondingen. Het is 380 jaar geleden dat ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit het Groningse Lutjegast het huidige Tasmanië ontdekt. De VOC was ervan overtuigd dat er een mythisch Zuidland zou bestaan, omdat anders de noordelijke en zuidelijke halfronden niet in evenwicht zouden zijn. Tasmans expeditie verloopt moeizaam. Hij vindt uiteindelijk geen continent ter grootte van Zuid-Amerika, maar een rotsachtig eiland. Pas twee eeuwen later verandert de naam naar Tasmanië. Je hebt ze vast wel eens gezien. Witte posters met zwarte letters, vetgedrukte spreuken, doordrenkt met gevoel voor humor en een kritische blik, ondertekend door Loesje. Het door 6 Arnhemse activisten bedachte pseudoniem is vandaag 39 jaar geworden. Gefeliciteerd, Loesje. Nou, de Oosterlopers, de laatste tijd zo verschrikkelijk veel gebeurd. Daar gaan we naartoe. We willen gewoon bekijken hoe het ervoor staat. Dus we gaan deze reis maken. We beginnen naar Berlijn. Daar gaan we vanavond naartoe. En dan door naar Praag, Warschau, Budapest, Cluj, Roemenië. En dan weer terug naar Nederland. En we nemen een hele stapel affiches mee. Vertaald in het Hongaars, in het Tsjechisch, in het Pools. En die gaan we daar plakken. En dan kijken of we op die manier reacties kunnen krijgen van de mensen. Op 24 november 2012 wordt Gangnam Style van Zuid-Koreaanse popsensatie Psy de meest bekeken video op YouTube aller tijden met meer dan 808 miljoen views. Hij verbreekt daarmee het record van Baby, Justin Bieber's hit uit 2010. Scooter Braun, de manager van Justin Bieber, tekent Psy bij zijn label en is de eerste persoon in de VS die een link tweet naar de virale videoclip. Oké, tot slot iets geks. In 1971 kaapt een man een vliegtuig met 36 passagiers en bemanning kort na vertrek uit Portland. Hij geeft rustig bij een stewardess aan dat er een bom in zijn aktentas zit en eist $200.000 en een aantal parachutes. De vliegtuigmaatschappij besluit in te gaan op de eisen van de kaper en vraagt de FBI alles te regelen. Op het vliegveld van Seattle mogen alle passagiers en wat bemanningsleden het vliegtuig verlaten en wordt koers gezet richting Mexico. De kaper, die later bekend staat als D.B. Cooper, springt met het losgeld en de parachutes uit het vliegtuig en na een intensieve klopjacht wordt er vervolgens nooit meer iets van hem vernomen. De FBI heeft inmiddels de zoektocht gestaakt. The FBI called their search for D.B. Cooper one of the longest and most exhaustive investigations in its history. As of 2011, the FBI case file measured 40 feet long and covered more than 1,000 suspects. So what we presented here is only the tip of the iceberg. The case was open for 45 years before the FBI finally closed it in 2016. Though, they are still willing to listen to possible leads. Omdat er in het nu altijd lessen te trekken zijn uit de geschiedenis, een blik op het nieuws van vandaag. In de Nieuwe Kerk wordt vandaag een gedenksteen voor Anton de Kom onthuld. Het ontwerp is van kunstenaar Natasha Kensmail. Antons boek, Wij slaven van Suriname, is het eerste kritische boek van een zwarte Surinaamse schrijver over het kolonialisme. Hierin bekritiseert hij onder andere een geschiedenis waarin alleen witte mannen geprezen en benoemd worden. Antons boek is sinds kort deel van het Nederlands kanon. In 1934 verschijnt Wij slaven van Suriname, het eerste geschiedenisboek over Suriname door een Surinamer. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, gaat de Kom in het verzet.
Hij wordt gearresteerd en overlijdt vlak voor het eind van de oorlog in een concentratiekamp. Tot op de dag van vandaag is Anton de Kom een inspiratiebron voor activisten die opkomen voor emancipatie en gelijkheid. De gemeentes Purmerend en de Beemster gaan fuseren en ter ere daarvan is de expositie Ode aan de Beemster vrouw te bezichtigen. Althans, nu niet meer. Sommige bezoekers nemen aanstoot aan de zichtbare borsten. De gemeente vroeg daarom de betreffende doeken te verwijderen. Maker Jeroen Hermkens zag het niet zitten. Hij heeft besloten de expositie te sluiten. Hoewel borsten sinds het begin van de mensheid al worden vereeuwigd in kunst, is het tegenwoordig gek genoeg controversieel. Gelukkig weer hield het baanbrekers als Phil Bloom er niet van om de culturele norm te verleggen. Zij was in 1967 de eerste vrouw op de Nederlandse televisie met ontblote borsten. En ook daar was toen veel ophef over. VPRO zet schaar in naakt van Phil. Fotomodel Phil Bloom komt 9 oktober niet naakt op de televisieschermen. De VPRO-directie heeft ingegrepen. Het programma Hoepla, waarin Phil naakt het dagblad Trouw zit te lezen, is vorige week vrijdag op de beeldband opgenomen. Het Vrije Volk publiceerde maandag een foto van deze scène. Als de VPRO van NTS geen technische faciliteiten kan krijgen om een ander programmaonderdeel te vervaardigen, zal het optreden van Phil Bloom zo worden gekopieerd dat er geen moeilijkheden overkomen. In de strijd tegen helpdeskfraude heeft de politie een belangrijk succes geboekt. Door een tap op de servers van IcePoof kregen ze zicht op de gebruikers van de software en hun werkwijze. Wereldwijd voeren fraudeurs ongeveer 1 miljoen gesprekken per maand. In Nederland gaat het om duizenden telefoontjes. In totaal zijn er 142 verdachten opgepakt, waaronder 2 jongens uit Almere van 19 en 22 jaar. Hoewel er veel gewaarschuwd wordt voor spoofing, trappen nog steeds veel mensen hierin. De Nederlandse Vereniging van Banken bracht in 2013 daarom deze geniale commercial op de markt. Goed, ga allemaal maar even staan. Internetcriminelen worden steeds sluwer. En het is mijn missie om mensen te leren hoe ze zichzelf kunnen verdedigen. Hang op, klik weg, bel uw bank. En als iemand je belt en vraagt om je inloggegevens, hang op. En als hij mailt om je codes, klik weg. Hang op, klik weg, bel uw bank. En bij twijfel, bel uw bank. Ja, zo simpel is het. Leer meer online zelfverdediging op Veilig Bankieren. In Once Upon a Timeline duiken onze verslaggevers in een historisch verhaal. En elke werkdag zie je hier het resultaat. Deze keer het verhaal van Charles Darwin, maar dan net even anders dan je gewend bent. Vandaag nemen al onze verslaggevers het tegen elkaar op in een quiz. Wie weet er het meest over de evolutietheorie? Kijk mee naar The Survival of the Fittest. We gaan terug naar het begin van de tijdlijn. De evolutietheorie stelt dat diersoorten over een periode van duizenden jaren veranderen naar een andere diersoort. Vandaag strijden 6 deelnemers om de winst. Wie weet er het meest over de evolutietheorie? Wie is de fittest? Welkom bij de Survival of the Fittest quiz. Dit is de eerste vraag. Op 24 november 1859 publiceert Charles Darwin De Oorsprong der Soort, waarin hij zijn evolutietheorie uitlegt. Wat is niet waar over Charles Darwin? A. Hij bedacht de term survival of the fittest niet zelf. B. Hij heeft theologie gestudeerd en was bijna priester geworden. C. Hij is geboren in de Verenigde Staten van Amerika. Of D. Hij was bang voor bloed. 5 seconden gaan nu in. Oké, dus heb ik afgeteld? 3, 2, 1. Oké. Ik denk dat ik het niet zelf heb bedacht. 1 punt voor Quinn. Oh. Voor de Homo sapiens benoemt Darwin de Homo erectus. Welke verschillen tussen de Homo sapiens en Homo erectus waren er? De Homo sapiens heeft A. Kortere onderarmen en een platter gezicht. B. Een uitstekende kin en meer hersenen. C. Dat allemaal. Of D. Dat allemaal niet. Spannend. Het juiste antwoord is dat allemaal wel. Dus 1 punt naar Amma. Lekker wel, Amma. Leg allemaal je onderarm op tafel. Steek je toch uit. Raak met je pinkje duim aan en til je hand een klein stukje op. Zie je een spiertje in je pols omhoog komen? Als je geen spiertje omhoog ziet komen, dan hoor je bij de minderheid van geëvolueerde mensen. Oh nee, oh, jij hebt hem niet, meid. Dat spiertje is voor ons namelijk een overbodige spier geworden, omdat we niet meer op onze voorpoten lopen.
Bij hoeveel procent van de mensheid is die oude voorpootspier inmiddels verdwenen? Dit is... Maak een schatting. Ja. En degene die het dichtstbij zit mag een punt van iemand anders afpakken. Ik heb echt mijn percentage zo hoog gedaan. Ik heb het hoog joh. Het juiste antwoord is 10 tot 15 procent. Wow. Je gaat van de nul en je mag van iemand afpakken. Ik pak hem af van Quinn. Door moderne mens noemen we de Homo sapiens. De laatst overgebleven mensensoort van alle mensensoorten die ooit op aarde hebben geleefd. Hoeveel jaar geleden is de Homo sapiens volgens de evolutietheorie ontstaan? Is dat A. 2022, B. 20.000, C. 200.000 of D. 2 miljoen? En het is? Rosemarijn en Quinn. Quinn, je bent terug. Evolutie versus technologie. DNA-manipulatie is een ander voorbeeld waarmee de mens de evolutie met technologie beïnvloedt. Onlangs werd er in China een gekloonde poolwolf geboren. Hoe heet dit beestje? Is het A. Lucas, B. Maya, C. Steven of D. Ida? Ja, en het juiste antwoord? Roosje gaat als de man. Hey, hey, hey! Laatste vraag. Uit onderzoek is onlangs gebleken dat de neushoorn nu evolueert. Jagers gaan voor het grote geld en dus voor de dieren met de grootste hoorns. Alleen neushoorns met kleinere hoorns blijven daardoor over en die maken met elkaar dan ook weer babytjes met kleine hoorntjes. Een evolutionaire voorloper van de neushoorn wordt de Siberische eenhoorn genoemd. Teken hoe dat beest er volgens jullie uitziet en wij beoordelen of je er dit bij hebt. Het ziet er niet uit. Top met tekenen. Briefs omhoog. Ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Nou, we gaan het laten zien. We kunnen het meteen laten zien, inderdaad. Wow, yo, mijn vrouw! En de winnaar van de Survival of the Fittest Quiz is geworden... Rosemarijn! Dit was onze eerste en tevens laatste aflevering van de Survival of the Fittest Quiz. Bedankt voor het kijken en stay fit. Dit was Once Upon a Timeline online van 24 november. We zien elkaar morgen. Wil je nog meer toffe content zien? Klik dan op een van deze video's.